Hé, hey, schat, ben je laat? Ik heb lamskoteletjes gemaakt. Hoe was het bij de fysio? Nou, ik kwam Jojo en Shanti net tegen in box. Ze hebben zeker tegen je zitten klagen. Ja, nee, sorry. Ja, het was echt heel flauw voor mij. De manier waarop ik ze heb weggestuurd. Ik wist me gewoon geen raad meer. Waar heb je het over? Ze hebben je toch al gezegd dat ze hier niet meer wonen? Jawel, maar niet waarom. Behalve dan dat ze zich hier niet meer thuis voelen. Wat is er gebeurd? Oké, ik had per ongeluk de soja-yoghurt weggegooid. Ik dacht dat het over de datum was. Heb je ze weggepest? Ze wilde zelf weg. Ja, het is beter voor iedereen. En wat jij zei vorige week, je hebt helemaal gelijk. Het huis is te vol. Ja, daarom wilde ik ook afspraken maken. Dat vond je overdreven, weet je nog? Ja, maar ik bedoel... Maar waar slaat dit op om ze weg te pesten? Hé, hey, jullie spullen staan daar. Je kan ze niet zomaar op straat zetten. Ik heb 2 onvoldoendes gehaald. Straks haal ik het eerste jaar nog ineens. En jij weet ook hoeveel moeite het me heeft gekost om überhaupt medicijnen te kunnen studeren. Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja, dit is wat ik wil en nu doe ik het eindelijk en haal ik alleen maar onvoldoendes. Dat is niet onze schuld. Ik kan me geen moment concentreren met die 2. Ze moeten weg. Ja, nou, daar heb ik zelf ook nog wel iets over te zeggen. Oh, dus jij denkt er anders over. En dan ga ik weg. Zij eruit of ik.